Ik ben Thomas Vinke, ben 30 jaar, ik woon in Brussel. Ik ben co-founder van Companion Energy. Ja, we helpen eigenlijk de energietransitie bij de industriële sector versnellen door middel van technologie. En dat is heel belangrijk, omdat er een grote evolutie is, een grote transformatie van allerlei processen en technologieën die op fossiele brandstoffen gebaseerd zijn, naar nu nieuwe technologieën die op basis van hernieuwbare energie werken. En wij proberen eigenlijk met ons softwareproduct die omslag zo efficiënt mogelijk te laten gaan en zo snel mogelijk te laten gaan. Het voordeel aan energie is dat het pad redelijk duidelijk is op die termijn. Dus in de komende 5 jaren gaat er steeds meer hernieuwbare energiecapaciteit, dus de productiecapaciteit, bijgebouwd worden. En met onze software spelen we exact daarop in. Dus binnen 5 jaar hopen we in heel veel Europese landen en misschien ook in de Verenigde Staten bijvoorbeeld actief te zijn met onze software. En ja, bedrijven helpen om die complexiteit van de energiemarkt eigenlijk naar een opportuniteit te vertalen voor hun. Ja, ik denk wel dat artificiële intelligentie een belangrijke rol zal spelen in het meer duurzaam worden van de maatschappij. Maar ik denk vooral ook dat er ook wel echte en niet-artificiële intelligentie nodig zal zijn. Veel creativiteit, veel gedrevenheid van de mensen ook zelf om die energietransitie naar een duurzame maatschappij eigenlijk succesvol te maken. Ja, mijn advies zou zijn om het gewoon te doen. Het is super breed toepasbaar, dus iedereen kan het volgens mij wel proberen. Zelfs mijn oma en opa bijvoorbeeld kunnen volgens mij heel gemakkelijk heel veel bijleren over digitale tools. Dus ik denk dat je heel makkelijk kan starten en je moet het gewoon doen eigenlijk.